Er is sinds enkele jaren een grote aandacht voor de stilte. Dat zal u zelf wel al zeker gemerkt hebben. Die aandacht vertolkt zich in boeken die verschijnen, tijdschriften. Er zijn ook instellingen over de stilte ontstaan, domeinen van stilte. Er worden allerlei ruimtes geschapen in onze samenleving om een beetje de stilte terug te vinden. Er zijn ook momenten van stilte die bij sommige gelegenheden worden voorgesteld. Er is echt wel het besef dat we in een maatschappij leven die heel jachtig is, waar activiteit centraal staat, en dat we eigenlijk stilte nodig hebben om dat een beetje te compenseren, in evenwicht te houden. Ook de therapeutische kwaliteit van stilte dringt tot ons door. Zowel op persoonlijk vlak, ik heb het gevoel dat het ploft. Horen jullie dat ook? Misschien iets te dicht geweest, ja. En zowel op persoonlijk vlak is stilte therapeutisch, maar eigenlijk ook voor de samenleving als geheel zou stilte een genezende, een helende functie kunnen vervullen. Stilte doet op drie niveaus goed. Stilte doet ons lichaam goed, dat zo afgepeigerd wordt door het werk en door de jachtigheid, door de nervositeit. Stilte doet ook goed op emotioneel vlak, voor het verhelderen en het laten helen van onze gevoelens en emoties. Maar stilte is ook goed op het vlak van onze gedachten, van onze inzichten, opinies. Dus ook daar tot een grotere stilte komen, omdat dat helend is. Stilte helpt om orde te scheppen in onszelf. Er zijn dagelijks enorm veel stemmen die onze aandacht vragen. De radio, de televisie, de kranten, tijdschriften, boeken die we lezen. Er zijn zoveel stemmen die het ons moeilijk maken om tot rust en tot stilte te komen. Daardoor lijken we misschien wel een reus op lemen voeten. In die zin dat we ten diepste niet bij onszelf thuis zijn, maar aan de buitenkant wel blootgesteld worden aan heel vele prikkels. En we ondergaan en we maken heel veel misbaar, maar we zijn misschien niet thuis bij onszelf. En dat gemis aan stilte, dat kan leiden tot fysieke problemen, tot emotionele problemen, tot affectieve problemen, tot existentiële onzekerheid en uiteindelijk ook tot morele verharding. En het is daarom dat veel mensen op zoek gaan naar stilte en naar middelen die ons helpen om die stilte te vinden. Die zoektocht kan filosofisch zijn door na te denken over het wezen van de stilte, boeken daarover te lezen. Kan ook theologisch zijn door religieuze boeken over stilte te lezen. Kan ook psychologisch zijn door te zoeken hoe de stilte in onze ziel werkt. Maar nadenken en spreken over stilte is paradoxaal. Het kan een hulpmiddel zijn, iets dat ons op weg zet naar een verdieping in stilte, maar het kan eigenlijk net het instrument zijn dat ons voor de drempel van de echte stilte houdt. Want stilte is een beetje paradoxaal, stilte is een mysterie. We verlangen naar stilte, omdat we dus aanvoelen dat het heilzaam zal zijn. Maar we zijn tegelijk bang voor de stilte, omdat de stilte ons confronteert met onszelf en met de moeilijkheden van het leven. Het is daarom goed om nu deze voormiddag niet de omweg van de reflectie over stilte te nemen, maar te gaan zoeken hoe we de stilte kunnen inoefenen. Maar daarvoor moeten we toch enigszins praten. We moeten communiceren over de manier waarop we de stilte zouden kunnen zoeken en vinden. Een eerste vraag die kan rijzen is, kunnen we stilte überhaupt wel inoefenen? Wel, het is belangrijk om als uitgangspunt te nemen dat we de stilte niet hoeven te zoeken. De stilte is er al. Zij is het diepste van ons wezen. Zij gaat aan al het menselijke vooraf en zij is de veilige omgeving waarin ons mens zijn zich afspeelt. Want zij is de diepste laag van het menselijke bewustzijn en misschien ook de diepste grond
van het kosmische lawaai. Maar omdat de stilte stil is, dreigen we haar niet op te merken. En dan moeten we misschien toch wel op weg gaan naar haar teruggaan. Wie de stilte niet spontaan voelt en ervaart, moet ze ontdekken, herontdekken. Moet bewust worden, moet bewust gemaakt worden, door anderen misschien, van haar aanwezigheid. En van de middelen die we zouden kunnen aanwenden om de weg naar haar terug te gaan. In feite komen alle prikkels en alle geluiden vanuit de stilte voort. En dragen zij het getuigenis van de stilte in zich. Maar we voelen het spontaan niet zo aan. En daarom moeten we gaan inoefenen. De hindoeïstische Upanishaden, dat zijn grote documenten, zeggen ergens dat in ons lichaam gaten zijn gedrild, waardoor onze aandacht van binnenuit wegvloeit naar de buitenwereld. Die gaten zijn uiteraard onze zintuigen. Maar dus wij vloeien spontaan naar buiten en we moeten onszelf vastpakken, de aandacht vastnemen om terug naar binnen te kunnen gaan, terug naar onszelf gaan. We zijn er al, maar we verliezen onszelf. We vergeten ons diepste zelf. Wel, alle culturen dragen wijsheidstradities in zich die heel wat ervaringen en wijsheid hebben opgestapeld over de stilte. Onder andere gebruiken zij een fundamentele metafoor om over de mens te spreken, namelijk de mens als iets concentrisch of als iets, een sfeer met steeds diepere lagen, concentrische lagen en dan uiteindelijk een diepste kern. Zo kunnen wij de mens zien als iemand met een buitenste schil, en dat is ons sociaal weefsel. Dat is waar wij opgaan in de buitenwereld, maar waar toch nog iets van ons aanwezig is. Dan hebben we onze lichamelijkheid, dat is een eerste diepere schil, ons lichaam, dat is ons hele zelf, maar nog niet bewust van onszelf. Dan hebben we daaronder of daarin onze zintuigen, die een beetje de sluizen zijn tussen het lichaam of tussen onszelf en de buitenwereld. Dan hebben we nog dieper dan het lichaam onze psyche, onze ziel, met haar verschillende vermogens. Het vermogen om te denken, het vermogen om te voelen, waar te nemen, herinneringen te hebben. En dan zeggen al die wijsheidstradities, hebben we nog een laatste, diepste zone in onze persoonlijkheid, de kern van onze ziel, de kern van ons mens zijn. En daar is niets meer, tenzij stilte. Overgave, openheid. Dus daar is die stilte altijd al aanwezig. Maar we weten het niet. We voelen het niet. Daar zijn wij puur, eenvoudig, vredig, één met het ultieme, met de mens, met onszelf. Maar wij zijn er niet. Wel, die concentrische voorstelling kan ons helpen om de verschillende lagen van de stilte te begrijpen en in te oefenen. Het is het gemakkelijkst natuurlijk om de stilte te vinden aan de buitenkant. We kunnen daar dingen doen. Maar hoe dieper we gaan in onze persoonlijkheid, hoe meer die stilte moeilijk te realiseren is. Het lijkt dus een beetje trapsgewijs te verlopen, die verdieping van de stilte. In feite moeten we natuurlijk op alle niveaus tegelijk van onze persoonlijkheid de stilte aanpakken. Stilte is uiteindelijk een mysterie. We verlangen ernaar, maar we lopen er ook voor weg. We zouden haar willen verkennen, maar juist dat willen verkennen is een obstakel voor de beleving van de stilte zelf. En tenslotte, we zijn er al, maar we weten het niet. Stilte is ook een mysterie omdat ze voor iedereen anders is. Daarom helpt theorie ook zo weinig. Daarom moeten we er ons persoonlijk op toeleggen. Om voor onszelf uit te maken wat stilte met ons doet en hoe ze ons helpt. En daarom moeten we niet zozeer lezen, leren over stilte, maar de moed hebben om haar persoonlijk in te oefenen. En hoe kunnen we dat dus op die verschillende niveaus van ons mens zijn inoefenen? Je zou eerst kunnen spreken van omgevingsstilte. De stilte van onze omgeving gewaar worden, inoefenen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk en niet zo problematisch. We kunnen plaatsen in ons leven creëren. We kunnen ook tijden in ons leven creëren. Als het niet mogelijk is om een hele dag stil te zijn,
dan kunnen we een zone van onze tijd aan de stilte besteden. Of van onze week, of van de maand, of van een jaar. Door daar telkens speciale aandacht voor te geven. Als we ons hele leven, ons huishouden, niet stil kunnen maken, dan kunnen we een stille ruimte instellen. Waar we de stilte inoefenen en op grond van die inoefening misschien in de rest van ons huis of de rest van ons dagpatroon kunnen beleven. Dat is omgevingsstilte scheppen. Het begint daarmee. Zonder de omgeving stil te krijgen, kunnen we ook onszelf niet stilmaken. Maar die zones in de tijd en de ruimte van de stilte die we dan speciaal scheppen, die zullen niet werken, niet doordringen in ons leven als we onze levensstijl daar toch niet een beetje op afstemmen. Anders zullen het eilanden van stilte blijven, die niet doorwerken. En daarom is het ook belangrijk dat we in onze levenshouding daaraan denken. En twee kwaliteiten die absoluut noodzakelijk zijn om die omgeving stilte te dragen, is eenvoud en soberheid. Veel dingen in ons leven hebben, vele activiteiten, vele contacten, veelheid van alles en nog wat, staat stilte in de weg. En ook materieel bezit, materiële rijkdom, is hoe dan ook een afleiding. Dus eenvoud en soberheid zullen noodzakelijk zijn om die omgeving stilte te helpen. Dan een tweede graad van stilte die we kunnen inoefenen is fysieke stilte. Want ons lichaam en zijn zintuigen is uiteraard de toegangspoort tot ons diepere zelf. Tot het vinden van die laatste stilte. Als wij stilte willen ervaren, moeten wij ons lichaam stilhouden. Want elke beweging vraagt om aandacht. Dan denk ik niet aan de automatische bewegingen die we doen, onbewuste bewegingen, maar elke beweging die een zeker bewustzijn met zich meedraagt, die leidt ons af en stoort dus de stilte. Daarom gaan alle wijsheidstradities ons ook zeggen om het lichaam in een bepaalde houding te brengen die de stilte maakt. In het hindoeïsme spreekt men van sloten. Die vele oosterse houdingen zijn sloten, waarmee we ons lichaam sluiten voor een tijdje om de buitenwereld buiten te houden en ons te kunnen richten op die diepste stilte. Dus het gebruik van een stoel, een zitbankje of zelfs een oosterse houding is belangrijk om het lichaam stil te houden. Dan zijn er nog de zintuigen. Wel, als we de omgeving stilmaken, als we ons lichaam stilmaken, dan gaan horen, ruiken en voelen automatisch al wegvallen. Dan blijft er nog het zien en het horen over. Het zien kunnen we reduceren door de ogen te sluiten. Of door de ogen te richten op een punt vlakbij, een punt voor ons, kortbij voor ons, of een punt op ons lichaam. Misschien de ogen sluiten is nog het eenvoudigste van al. Dan rest er nog het horen. We zullen altijd indrukken, prikkels horen. Maar dat zijn dan prikkels die we opnemen in ons binnenste. En daarbij komen we aan bij de psychische stilte. Dat is de derde laag van het zoeken en vinden van stilte. Want als we onze ogen sluiten, dan reizen innerlijke prikkels op. Innerlijke herinneringen, beelden. En onze innerlijke wereld die is veel dichterbij en veel moeilijker uit te schakelen dan onze uiterlijke wereld. Dus wat er innerlijk in ons gebeurt, kan een groter obstakel zijn dan wat er uiterlijk gebeurt. Elk moment worden we bestookt met herinneringen, verlangens, beelden, woorden, gedachten, intenties die we hebben, dingen die we niet mogen vergeten, die we willen doen. Zodanig dat het heel moeilijk lijkt om echt stil te worden. En die zaken die kwellen ons, maar we genieten er eigenlijk ook van. Het lawaai en de drukte die zich in ons hart en onze geest afspelen, zijn onmogelijk met trucjes uit te schakelen. Dat vergt een geduldige, diepe omvorming van onze persoonlijkheid. En daar zal weer die uiterlijke levensoriëntatie een belangrijke rol in spelen. Van less is more,
versoberen, vereenvoudigen. En die levenskeuzes, dat zal erin bestaan van ja, zaken te aanvaarden, te leren aanvaarden, die we niet kunnen veranderen, en dan zaken te veranderen als we aanvoelen dat we ze zouden moeten veranderen. Dat is die levensoriëntatie. En dan denken we aan de grote wijsheid van de spreuk die de AA'ers gebruiken. Geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan aanvaarden. De kracht om te veranderen wat ik moet veranderen. En de wijsheid om te onderscheiden tussen beiden. En de stilte zal daar ook weer een grote rol in spelen. Maar dan, om die psychische stilte in te oefenen, hebben alle tradities van de mensheid globaal genomen twee grote manieren gevonden, beoefend, om een grotere innerlijke stilte te verkrijgen. De eerste methode is door het focussen van de aandacht. Ik ga het daar zelfs over hebben. De tweede methode is door het loslaten van de focus. Die lijken diametraal tegenover elkaar te staan, maar uiteindelijk hebben ze wel een gemeenschappelijke grond. Die eerste methode, dus om de aandacht voor de vele prikkels en inhouden los te laten, is ze die aandacht vervangen door hem actief en krachtig te focussen op één iets. Die idee is eenvoudig. Ik concentreer mij op één iets, één punt, en daardoor schakel ik alle andere aandachtspunten uit. Het ligt voor de hand. Deze praktijk van eenpuntigheid is een machtig middel tot de stilte die in alle religies en ook buiten religies wordt gebruikt om te verzinken in één iets, één aandachtspunt. En die verzinking kan zo groot zijn dat waar men zich op richt, waar men zich op concentreert, het bewustzijn zo vervult dat er geen afleiding meer is. Dat er geen prikkels meer zijn. Geen afdwaling meer zijn. En dan komt men bij de stilte. Dan is men reeds stil. Want dan verdwijnt de onderscheiding tussen ik en dat andere of die andere persoon met hoofdletter waar we ons op gericht hebben. En dat ene middel, dat kan een woord zijn, of een zinnetje, dat men voortdurend herhaalt, waardoor men alle andere aandacht afwijst. Dat kan ook de aandacht op het tellen zijn. Tellen tot 10 en altijd weer herbeginnen. Dat kan ook de aandacht richten op de ademhaling zijn. Over de ademhaling zouden we heel wat kunnen zeggen, want het is ook een belangrijke manier om de stilte te zoeken en te vinden. Maar we kunnen er niet over uitweiden. En dat kan ook de aandacht richten op een punt in het lichaam zijn. Bijvoorbeeld een punt op het hart richten. Of op het voorhoofd. Of op de handen. Het zijn allemaal middelen van concentratie om de aandacht te focussen op één iets, zodat de afdwalingen uitgeschakeld worden. En uiteindelijk leert de wijsheid van die tradities, gaat zelfs die praktijk van eenpuntigheid niet meer nodig zijn. Omdat je automatisch en voor lange tijd in de stilte geraakt. Maar er is dus een tweede manier, daaraan tegengesteld lijkt het, om met prikkels om te gaan. En dat is niet door eenpuntige concentratie op één iets, maar door meditatief alles bewust waar te nemen en er u niet op te focussen, door het steeds meer los te laten. We spreken van gewaar zijn, eenvoudig gewaar zijn, puur gewaar zijn. Je laat alles door je bewustzijn stromen en geeft het een plaats door het te realiseren dat het gebeurt, maar je staat er niet bij stil, je laat het los. En automatisch komt er een volgende prikkel, een volgende aandachtspunt, die je op dezelfde manier waarneemt, bewust waarneemt, maar je er niet bij blijft bij stilstaan en toelaat dat ook die waarneming weer verdwijnt en vervangen wordt door een andere. Die methode is eigen aan het Oosten, heel specifiek voor boeddhistische mindfulness, maar die mindfulness
heeft zich in het Westen al losgemaakt van het boeddhisme en wordt als een psychotherapeutische of algemeen menselijke praktijk geleerd. Die methode vind je ook terug in de sportbeoefening, in de kunstwereld. Maar ook die methode gaat eigenlijk nog gepaard met het meditatief omgaan met een gewaarwording, om die te plaatsen. En in die zin is er nog altijd een meditatief element aan verbonden, vooral in het begin van die oefening. En hebben we een kleuring, een invulling van die stilte. Het is nog niet de diepste stilte. De diepste stilte is de stilte van het hart. Maar voor we het daarover hebben, wil ik het nog even hebben over de stilte van het denken. Want onze stiltebeleving wordt heel sterk bepaald door onze gedachten, door onze inzichten. En die hebben wij zelf gevormd en die ontvangen wij vooral van onze omgeving. Als wij de omgeving stil krijgen, als wij ons lichaam, onze psyche een beetje stil krijgen, dan dragen wij in onszelf nog steeds heel veel ideeën, inzichten met ons mee. En die zijn daar en die zitten daar als paddenstoelen klaar om onmiddellijk weer uit de grond te schieten als we de stilte verlaten. Dus die kleuren onze stilte, die bepalen onze stilte. Er zijn denkbeelden die ons kunnen helpen om de stilte in te gaan en de stilte te dragen en de stilte te integreren in ons dagelijks leven, maar er zijn ook denkbeelden die de diepe stilte verhinderen. En de hedendaagse postmoderne mentaliteit, maar ook de mystieke stromingen van alle religies, hebben ons goed doen begrijpen dat alle denken bouwvallig is. En dat al onze waarheden, onze pretenties op waarheden, al wat wij beweren over de werkelijkheid, dat dat illusie is. En dat de diepste waarheid alleen in de stilte en het loslaten van al het denken en spreken is te vinden. En nu dus naar het hart. Dus dieper dan die psychische stilte is de stilte van ons hart. En daar getuigen tal van mystici, dichters, schrijvers, sporters, wetenschappers van. Deze is niet te bereiken door inspanning. Die kunnen wij niet inoefenen, door methodes. Ze kan zelfs niet beschreven worden met woorden, ze kan alleen maar omschreven, omcirkeld worden. En die omcirkelende woorden voor die diepste stilte, die verschillen van context tot context, van cultuur tot cultuur, van mens tot mens. Maar één zaak is duidelijk, die stilte is genade. Dat wil zeggen, ze moet geschonken worden. En meer nog, zij schenkt zich onvoorwaardelijk en universeel, overal en aan iedereen, zonder voorwaarden. Omdat het ultieme geen voorwaarden stelt. Het is daar. Alle mensen hebben die stilte, maar ze weten het niet. We kunnen er dus niets voor doen, omdat we geen weg hoeven af te leggen. Ze is er al. Ze is er reëel, niet potentieel. Maar wij ervaren dat niet. Wij beleven en genieten dat niet bewust, omdat wij niet tot die diepste kern geraken, omdat wij niet progressief die diepere lagen van onze persoonlijkheid binnengaan. Stilte moet dus niet geschapen worden, maar ontdekt, blootgelegd worden. Dat is de meest innerlijke kring van de stilte. En daarvoor helpt dus geen oefening, maar ontvankelijkheid. We moeten de bereidheid ontwikkelen om mee te werken met wat zich geeft, om mee te geven, om in te stemmen, in te geven, toe te geven. Er moet dus alleen maar iets anders afgebroken worden, zodanig dat dat zich aan ons kan schenken. En dat andere, dat zijn dan onze prikkels, onze behoeften, die een ondoorzichtig scherm lijken, waarachter die stilte zich verbergt. Daarin zijn alle religieuze en niet-religieuze tradities het eens met elkaar. Diepste stilte is een zaak van openheid, ontvankelijkheid, van aandacht voor wat er is, toelaten wat is. Stilte is dus ten diepste een kwestie van aandacht. En aandacht is een zaak van liefde,
van ontvankelijkheid. Daarom, stilte valt uiteindelijk te herleiden tot liefde. Misschien is dat omdat de diepste kern van de wereld, of in elk geval van het menselijke bewustzijn, zelf liefde is. Die liefde leren waarnemen is de vrucht van de stilte. In elke context krijgt die diepste, mystieke stilte een ander gelaat. In een christelijke context bijvoorbeeld is dat het gelaat van Jezus. De mens geworden liefde van God, de mens die totaal is opengebloeid, in heel zijn persoonlijkheid losgekomen is van prikkels, behoeften van zichzelf en ten diepste thuisgekomen is bij zichzelf, bij zijn relatie met God, die hij Vader noemt, en die dus zijn vrijheid, zijn eenvoud, zijn stilte is. Wel, die aanwezigheid van Christus gewaar worden in het eigen hart, zijn blik ervaren, dat is de wijze waarop die diepste hartsstilte in het christendom beleefd wordt. Maar met die diepste hartstilte zijn we eigenlijk nog niet aan het einde gekomen, in die zin dat er nog een verder stadium is, verrassend genoeg, en dat zouden we kunnen de uitstralende stilte noemen. Want als men de stilte zo heeft ervaren als een diepere aanwezigheid, waar men enkel open en ontvankelijk voor hoeft te zijn, aandachtig voor aanwezigheid, dan bevrijdt dat van alle methodiek, van alle inspanning, van alle kramp zelfs, en is dat een puur ontvangen. En dan weet men dat men dat altijd bij zich heeft. Dan weet men, dan voelt men dat die aanwezigheid van stilte, van eenheid, enkel maar een verstopperspelletje met ons speelt doorheen de dag. En dat we ons enkel maar moeten realiseren dat zij daar is, dat zij daar staat. En dat moeten loslaten van allerlei prikkels en behoeften, in eerste instantie dat inoefenen van stilte, dat dat maar een pedagogisch trucje is om ons bewust te worden van het feit dat de stilte altijd aanwezig is en zich altijd meedeelt. En dan kunnen wij rusten in die stilte. Dan is geen inspanning meer nodig. Dan kunnen wij in plaats van actief te zijn, stromen. Dan kunnen wij onszelf meedelen. Dan gaat die stilte automatisch uitstromen uit onszelf. Doorheen de dag, doorheen onze activiteiten. Al wat wij doen, al wat wij voelen, gaat dan een uitstraling van die stilte zijn. We gaan altijd in stilte zijn. En dat gaat dan zelfs in ons sociale weefsel weer blijken. Mensen gaan ervaren dat die man stil is, een stille persoonlijkheid heeft, een stil mysterie in zich meedraagt. Dat is die uitstralende stilte. En dan hebben we de praktijk, de inoefening van de stilte niet meer nodig. Dan verlangen we eigenlijk alleen nog maar om actief te zijn, om die stilte die we hebben, die we dragen, mee te delen aan anderen. Zo worden mystici heel vaak heel actieve mensen, die anderen willen laten delen in hun ervaring. Dat is die uitstralende stilte. Ik ga eens naar mijn klokje kijken. Nog een goed kwartier. Omdat we hier ook in de Karmel zijn, dus deze stiltedagen worden aangeboden door de Karmel, dachten we dat het wel mogelijk zou zijn, zinvol zou zijn, om heel specifiek over de wijsheid omtrent de stilte van die ene christelijke traditie te spreken die de Karmel is. De Karmel is een orde die al lang bestaat, vanaf de 12e, 13e eeuw, op de berg Palestina ontstaan, op een berg in Palestina ontstaan. En dan heeft ze een heel sterke hervorming gekend, na overgegaan te zijn in Europa, in Spanje, onder impuls van twee grote heiligen van de katholieke kerk, Teresa van Avila en Jan van het Kruis. Waarschijnlijk waren de eerste karmelieten pelgrims, kluizenaars, kruisvaarders misschien, die juist de drukte, de activiteit van toen, ontvluchten en in een vallei, op een bergflank van de berg Karmel, vandaar de naam, naar de stilte zochten.
En we weten nu door opgravingen dat zij allemaal een afzonderlijke cel hadden. Dus zij moeten daar een heel grote stilte gekend hebben. Ze hebben een kloosterregel gekregen. Gisteren heeft pater Lucas daar het lange hoofdstuk over de stilte uit voorgelezen. Dus de stilte neemt een grote rol in hun leven in. En als dan Teresa en Jan van het Kruis de Karmel zullen hervormen, zullen zij die stilte nog verinnerlijken, nog meer naar het innerlijke trekken, nog vereenvoudigen, verdiepen. En dus de Karmel heeft ook een wijsheid over stilte te bieden. En daar wilden we het toch wel ook even over hebben. Op de eerste plaats is Karmel kijken naar Jezus. En wat zien we als we naar Jezus kijken? Dan zien we naar iemand die volledig gecentreerd, geconcentreerd is op de Vader, op God, waarmee hij een vertrouwensvolle relatie heeft. Zodanig dat hij dat ontzaglijke, onbegrijpelijke godsmysterie met Vader, lieve Vader, aanspreekt. Dus een relatie van vertrouwen. En die relatie is duidelijk gekenmerkt door eenvoud, wezenlijkheid. Men komt bij Jezus met zoveel afdwalingen. En Jezus focust, herleidt ons steeds weer tot de eenvoud van die vertrouwvolle godsrelatie. En daarom is Jezus in zich een figuur van stilte, van vrede, van rust. En dat is wat in de Karmel ook gezien wordt en overgenomen wordt. Jezus als een model van persoonlijkheid, van leven, een model dus ook van stilte. Maar Jezus is niet alleen een model van stilte in de Karmel, maar ook een gezel in stilte. Dus op hun beurt gaan bewoners van de Karmel een vertrouwvolle band zoeken met Jezus en alles daartoe herleiden. En dat schept weer eenvoud, eenplooi, eenvoud en ook een laatste vrede, een laatste rust. Een tweede figuur die een grote rol speelt in de Karmelmystiek is Elia. Hij is een van de eerste profeten van de Bijbel. En we zien dat hij zich terugtrekt in een klein dal om daar zich te herbronnen. En dat hij vanuit die herbronning een sterke opdracht uitvoert in de samenleving van toen. En zo zien we dat stilte een plaats is waar wij onszelf kunnen leren kennen, waar wij tot onderscheiding komen van wie wij zijn, hoe wij moeten handelen. En dat stilte ook een bron van kracht is. Maar aan Elia zien wij ook, want hij raakt dan eigenlijk ook een beetje in crisis, dat stilte ook moeilijk is. Dat stilte iets is dat ons dwingt om onszelf te worden en dat ons dus ook een beetje afzondert van de samenleving. Dat ons eigenaardig maakt, zelfstandig maakt, tegendraads maakt en zelfs anders dan de samenleving maakt en dus in de problemen kan brengen. Stilte heeft ook een ontluisterende functie, een afbrekende functie. En op een bepaald moment ervaart die profeet Elia dat als een nachtervaring. Hij ziet het niet meer zitten. Stilte als een donkere nacht. En dat hoort ook bij stilte. Jan van het Kruis, een verdere mysticus, zal daarbij stilstaan. Want het is juist in die ervaring van afbraak, en zelfs misschien alleen maar in die ervaring van afbraak, tenzij God het anders doet, dat we kunnen openkomen voor een realiteit die groter is dan onze eigen machtigheid, dan onze eigen poging, eigen strevingen en ook dan wat de omgeving met ons doet. In die nacht kan het licht dagen van een dragende grond, een werkelijkheid die daar is, die ons opvangt in de duisternis. En dat is wat Elia effectief ook ervaart. In die stilte ervaart hij de aanwezigheid van iets dat teder is, stil. En uiteraard begrijpt hij dat dat het godsmysterie is. Dus stilte
De Karmel helpt ons om stilte te zien als een plek waarin we iets kunnen ervaren dat veel groter en dieper dan ons is. In de Karmel kijken ze ook op naar Maria, de een van het eenvoud van haar dagelijkse leven in Nazareth, is ook een mysterie en een bron van bezinning. En zo gaan zij door het kijken naar Maria begrijpen dat stilte alles te maken heeft met ontvankelijkheid, met ruimte worden voor iets anders, voor iets groters. En dus in de eenvoud, de alledaagse eenvoud van haar leven, komt Maria open voor de inspiratie van God. Beeldend wordt dat als een engel voorgesteld. En dus zij luistert naar God, zij hoort wat God verlangt. En niet alleen is het een waarnemen van God, maar ook een zichzelf geven aan God. Zij opent haar hele wezen aan God en zo wordt zij zelfs dus het vat voor de menswording. Zo is stilte, zien wij bij Maria, een zaak van ontvankelijkheid, openheid, zich ruimte maken voor iemand anders, voor de andere. Dat is een hele diepe laag van stilte. Therese van Avila en Jan van het Kruis gaan daar ook weer iets aan toevoegen. Therese van Avila heeft ook ervaren hoe zij eigenlijk in haar eigen ogen was zij soft, zwak, gemakzuchtig, egoïstisch. En zij zat daarmee. Maar dan ervoer zij hoe zij in die zwakheid gratuit werd bemind door Christus. Zij voelde zich aangekeken door Christus met onvoorwaardelijke liefde. En juist die ervaring van onvoorwaardelijkheid bevrijdde haar van haar op zichzelf gericht zijn. En zo werd zij een grote mystica die haar hele hart kon openen voor God. En voor haar was dus ook weer die eenvoud van die godsrelatie heel focussend. Haar hele leven werd daardoor herleid en daardoor bevrijd. Dus gewaar worden dat je onvoorwaardelijk bemind wordt en je daaraan overgeven. Het eerste noemt zij inkeer, naar binnen gaan en die onvoorwaardelijke liefde gewaar worden. En het tweede noemt zij overgave, zich prijsgeven aan die onvoorwaardelijke liefde. En in haar tijd nodigde men haar uit om in momenten van stilte te gaan nadenken over evangelische scènes, over Jezus, over dingen die mysteries van het geloof. Maar zij voelde daar niets voor de actief zijn tijdens meditatie. En zij gaf zich over aan de eenvoud van een dialoog met God. Dus daar zien we ook reeds dat stilte insluipt in haar persoonlijke ervaring, in haar gebedservaring ook. Ze moest het niet hebben van vele woorden, maar van de aandacht richten op God. Jan van het Kruis ziet dat ook zo. Hij zegt dat God liefdevolle zelfmededeling is. Dat erop aankomt dat we onze vermogens, onze persoonlijkheid openen voor die liefdevolle zelfmededeling. Door een liefdevolle aandacht. Hier zien we dat stilte en liefde heel nauw samenhangen. Stilte kunnen we, of ja, we kunnen dat wel doen. We kunnen stilte om zichzelf zoeken, maar eigenlijk is dat misplaatst. Stilte is een vrucht van liefde. En stilte wordt gevonden wanneer we ons in liefde openen voor een ander. Wanneer er geen echte liefde is, zal ook geen echte stilte zijn. Om deze weg en naar en ontdekking van de stilte aan te drijven, gaat men in de Karmel dan ook het leven een beetje organiseren om dat goed mogelijk te maken. Door die eenvoud en die soberheid centraal te stellen in een levensorganisatie. En binnen die totale levensorganisatie gaan ze dan ook op een specifieke manier mediteren. Ik gebruik mediteren in de hedendaagse zin van het woord voor de omvattende manier waarop men zich opent voor het godsmysterie. Namelijk, ze gaan heel veel tijd in de dag
geven aan wat zij stilgebed noemen. Let op de uitdrukking stilgebed. Want zij gaan dan niet proberen veel te denken, veel te doen, met veel middelen te gebruiken om naar die stilte af te zinken. Nee, ze gaan gebruik maken van die eenpuntige aandacht, die eerste methode van focussende aandacht. Ze gaan een zin, een woord herhalen, maar niet om erbij stil te staan, maar om de aandacht te richten op die aanwezigheid van God in hun eigen hart. Of als je het liever niet God wil noemen, op die aandacht van op die aanwezigheid van de stilte. Dus door dat woord te herhalen, proberen zij niet te denken, maar wel hun affectiviteit, hun hart, hun liefde te richten op die innerlijke aanwezigheid van de stilte. En dat altijd maar herhalen. En wanneer men vaststelt dat men te veel is afgedwaald, dan weer dat zinnetje gebruiken. Zo altijd herhalen, maar de aandacht gericht op het richten van het hart, op de aanwezigheid in het hart. En hier zien we, en daarmee eindig ik dan, dat in de traditie van de Karmel, en je gaat iets analoog vinden in andere religieuze tradities, zoals in de tradities van andere religies, dat stilte, het mysterie van de stilte, met liefde te maken heeft. En dat is omdat de ultieme werkelijkheid zelf liefde is. Liefde die zich gratuit schenkt, meedeelt, in de diepste laag van het menselijke bewustzijn. En liefde is stil. Liefde dringt zich niet op. Liefde stelt zich voor, biedt zich aan en laat dan het antwoord aan ons. Dus liefde is discreet, teder. Dat is wat de berg Elia op de berg Karmel ervaarde. Een zacht briesje. Het zuizen van een zacht briesje. En van zijn kant zal de mens dan maar echte stilte, authentieke stilte vinden, als hij zich opent voor die liefdevolle zelfmededeling. En openen is een zaak van ontvankelijkheid, niet van doen, maar van beschikbaarheid. En dus een zaak van liefde. En zo zijn liefde en stilte in een vicieuze cirkel. Stilte veroorzaakt liefde, liefde veroorzaakt stilte. Ik had dan eigenlijk ook nog iets willen zeggen over de praktijk van de stilte, maar de tijd is om en ik laat het erbij. Misschien toch nog iets belangrijks. Ik wou iets zeggen over wat er hier deze stiltedagen allemaal zal aangeboden worden. Dat zal u dan wel meemaken. Er zal aandacht zijn voor het lichaam, het lichaamswerk. Yoga, 's morgens. En utonie 's avonds, dat is dus met het lichaam de stilte zoeken. Er is de voormiddag en de namiddag telkens een specifieke manier van meditatie die wordt aangereikt. De voormiddag soms het karmelitaanse stilgebed. In de namiddag, deze namiddag bijvoorbeeld, is het de christelijke meditatie. Dat is met een mantra, dat is een nog iets andere methode, maar eigenlijk ook wel daarmee verwant. Belangrijk is de begeleider. Ik denk dat pater Lucas hier deze dagen de begeleider zal zijn. Want als je de stilte oefent, dan kom je persoonlijke ervaringen tegen. Dan is het belangrijk dat je een spiegel hebt. Pater Lucas moet daar niet veel zeggen of doen, maar hij moet daar wel zijn en aanspreekbaar zijn, zodat hij als een spiegel is, waar je kan zeggen, ik heb dat ervaren en ik verlang naar dit en ik maak dit mee, zodat je voor jezelf kan verwoorden wat je voelt en beleeft. En door die verwoording ook je eigen ervaring kan verhelderen. Dat is een beetje de band tussen de verschillende activiteiten in deze dagen. Dan nog iets over je persoonlijk engagement. Je mag aan alle oefeningen meedoen, maar je moet niet. Alle oefeningen zijn maar oefeningen, trapjes, om je misschien een beetje hoger of dieper te brengen. Maar als je die trapjes niet nodig hebt, voel je vrij om er niet aan mee te doen. En dus helemaal in de stilte te gaan. Het zijn maar middelen, hè? Jan van het Kruis heeft daar een mooi voorbeeld voor. We kunnen een appel schillen om een vrucht te kunnen eten. En dus de schil eraf doen, dat zijn de middelen gebruiken. Maar we kunnen blijven schillen
altijd maar onze middelen gebruiken tot er van de appel niks meer overschiet. Dat kan niet de bedoeling zijn. Middelen zijn middelen. Als je in de stilte kan zijn zonder middelen, doe dat vooral. Daarmee hangt samen een laatste puntje, zelfkennis. Een grote val is dat we stilte zoeken als spiritueel materialisme. Als genieten van stilte. En denken van wat we zullen ervaren in de stilte en dat zoeken. En daarvoor dingen doen om toch maar iets te voelen, toch maar iets te beleven. Dat is wat hij spiritueel materialisme noemt. We laten gewoon materialisme los, maar we kunnen nu jachtig op zoek zijn naar stilteervaringen. En stilteinoefening. Ik ga ook nog dit doen, ik ga ook nog dat doen. En zo blijf je bezig met oefeningen, maar ben je eigenlijk op oefening gericht en wil je dingen bezetten, misschien bepaalde ervaringen hebben. Johannes van der Kust noemt het geestelijke snoepzucht. Dat is de grootste hinderpaal voor stilte. Dus stapel niet op, versober, laat los, ga de stilte in en gebruik de middelen als je ze echt nodig hebt. En hier laat ik het dan bij. En we wensen je dus met de groep die deze stilte dagen organiseren, echt de inoefening van de stilte toe.